Het Vivago-zorghorloge meet continu de activiteiten en temperatuur van de drager. Op basis hiervan meet en leert het horloge de activiteit en slaapritme van de drager. Het horloge leert het ritme van de drager en kan daarmee veranderingen in dit ritme vroegtijdig opsporen. Dit maakt het horloge uitermate geschikt voor cliënten met een verstoorde slaap en activiteitsritme. Of een verhoogde kans daarop. Bijvoorbeeld mensen met vormen van dementie, de ziekte van Parkinson, verschillende psychische stoornissen en epilepsie. Het Vivago-zorghorloge ondersteunt zorgmedewerkers onder andere bij vroeg signalering van achteruitgang in de gezondheidssituatie. Een curveanalyse laat bijvoorbeeld vroegtijdig zien of een cliënt minder slaapt. En of actief wordt. Het zelflerende systeem zal automatisch alarmeren bij afwijkingen. Dit maakt het systeem ook geschikt om medicatieeffecten meten. Het inzicht in slaapritme maakt het mogelijk om de planning efficiënter in te delen. Doordat je precies weet wanneer iemand normaliter actief wordt, kan je de zorg daarop beter afstellen. Voor de cliënt zelf biedt het horloge extra veiligheid. Met het horloge kan alarm gemaakt worden door de alarmknop in te drukken en zal automatisch alarmeren in het geval van lange passiviteit en onderkoeling. Dit alles draagt bij aan de zelfredzaamheid van de gebruiker. Het systeem komt gebruiksklaar bij de cliënt. Het enige wat er moet gebeuren is het witte kastje aanzetten met dit gele schuifknopje en het voorzien van stroom. Het knopje om de rode alarmknop brandt nu constant blauw. Het systeem wordt getest door deze knop ongeveer 3 seconden in te drukken totdat het rode lampje op het horloge gaat branden. Het netwerk kan meekijken via een familie app. In deze app is het slaap- en activiteitsritme van de drager te bekijken. Dit is niet per se noodzakelijk. De gegevens worden altijd gemonitord door een coach en teruggekoppeld wanneer nodig.